Hoeveel gaatjes heb je gehad? Hoeveel vullingen? Vier? Ik zie ze zitten. Heb je vier? Het is tijd voor het toothcamp. Ja. Ik ook. Dit is toothcamp. En toothcamp is voor prepubers. Nog net voordat ze naar de middelbare school gaan, een feestje over de mond. Over je tanden, over zorgen voor je gebit. Zorgen dat het een leven lang meegaat en niet in de puberteit er nog een heleboel suiker, rommel, rotzooi, etc. in te gooien. Zonder dat je weet hoe je daar eigenlijk ook nog iets tegen kan doen. Hoe vaak poets je per dag? Ik poets 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Hier op Toothcamp doen we porselein gooien om te laten zien dat je je tanden moet beschermen. We laten eieren in zuur zien. Omdat je daarmee kan laten zien dat iets in zuur nou eenmaal stuk gaat. Het lost gewoon op. En je mag ook een gaatje boren bij een tandarts, aan een stoel. Je mag zelfs op de stoel dingen doen die je normaal gesproken in de tandartspraktijk nooit mag doen. Ze hebben me behandeld. En? Het was niet zo fijn. Ja, maar u wou toch zo'n behandeling? U blijft even liggen. Je mag hier met een elektrische Sonicare, mag je hier gewoon alles wegpoetsen wat je denkt dat je weg kan krijgen. En zo hebben we wel 20 opzet dingen neergezet waar jij kan proberen wat te doen rondom je mond. Hey, het is afgelopen. Ja. Wat hebben jullie er nou van opgestoken? Nou, dat je goed je tanden moet poetsen en geen Energy Red Bull en zo moet gaan dat drinken. Dat is wel lekker. Anders krijg je hele vieze tanden. Oké. Knoop het in je oren. Doei. 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 Doei.